Joehoe, daar ben ik weer. Welkom terug. Het jaar begon zoals eigenlijk elk jaar. Nu hadden we ook een pandemie. Maar ik deed gewoon mijn ding. Ik was aan het werk. Ik was bij vriendinnen. En ik genoot van de fijne dingen eigenlijk. Af en toe had ik wel last van, ja, achteraf dus de galblaas. Maar nou, het was niet zo dat het me hele leven in de war schopte. Het was natuurlijk ook gezegd dat ik er misschien nog wel weer last van zou kunnen krijgen na dat hele gebeuren in Frankrijk. Dat wist ik, maar ik zocht er nog niet heel veel achter. In februari ging ik logeren bij een vriendin. Zij zou een paar weken later trouwen. En dat leek ons een goede gelegenheid om gewoon lekker een weekend samen te spenderen. En 's nachts kreeg ik echt weer een enorme galaanval. En vanaf die dag is het eigenlijk alleen maar erger geworden. En had ik heel regelmatig aanvallen. En dat was heel vaak in de nacht. Ja, en dat is niet echt bepaald praktisch. Als je dan 3 uur lang een aanval hebt. En dan 3 uur later weer uit bed moet. Dus ja, zo is dit een beetje allemaal op gang gekomen. En dat heb ik een beetje proberen vast te leggen. En vooral voor later eigenlijk. Ik met mijn camera, maar omdat ik nu denk ik meer met mijn mobiel ga filmen, denk ik dat het beter is dat ik het nu gewoon ook even zo doe. Anders moet je de hele tijd switchen van kwaliteit. Dat is altijd mega vervelend, vind ik. Het is nu bijna 3 uur, dus ik ga zo rijden naar het ziekenhuis. Dan heb ik een gesprek. Ik heb eigenlijk geen idee met wie. Ik hoop met de anesthesist, maar ja. Ik heb de afspraak gemist. Ik kreeg gisteren opeens een sms waarin stond dat het een herinnering was. Vandaag dus, voor een afspraak bij chirurgie. Dus ik dacht, help, heb ik iets gemist? Maar blijkbaar dus wel, want ze hadden dus geen brief gestuurd via de post, maar gemaild. Nou, ik heb hem echt niet. Ik heb alles doorzocht. Dus toen had ik dus even gebeld en toen zei die mevrouw in de telefoon dat het een gesprek was met de dokter. Maar ik hoop dus heel erg dat het met anesthesist is en dat ik dan nu ook een datum krijg. Oh, hier zie je hele mooie rozen. Die heb ik gekregen van Leonie. En ik heb daar ook heel mooie bloemen. Kijk, die paarse die had ik zelf gekocht. En de rest kreeg ik via de post van Mathilde. Ik ga er vandoor. Het meest gek is trouwens nog dat ik eigenlijk helemaal niet weet of het is voor mijn kiezen. Want ik moet ook al mijn verstand kiezen eruit. Of voor de galstenen. Ja, ik ga nu maar gewoon. Nou, inmiddels ben ik eigenlijk al een hele poos thuis. Want het is 7 uur. De persconferentie is bezig. Maar ja, ik heb echt telkens gewoon geen zin meer om te kijken. Want we weten allemaal waarom. Maar gelukkig was de afspraak niet voor de kiezen. Maar dus voor de galstenen. Maar nu moet dus wel gewoon heel de galblaas eruit. Dat had ik de vorige keer niet echt begrepen. Of het is in één keer gewijzigd. Ik heb geen idee. Maar ja, het was gewoon een gesprek. Hoe ze het gaan doen. Risico's en gewoon alles eromheen. En zo. Dus ik moet sowieso 1 nachtje blijven. En na de tijd moet ik rust houden. Sowieso een week. En dan mag je volgens mij een maand geen zwaar werk doen. Nou, gelukkig doe ik ook niet heel zwaar werk. Moeten we al elke dag 2 uur rijden. Dus ja, dat zou je denken dat je dat niet met je buik doet. Ik merk dat nu al heel erg met autorijden. Dat ik er dan wel gewoon echt last van heb. Maar helaas is corona nog best wel lekker gaande. De zorg wordt allemaal een beetje afgeschaald. Dus het kan 4 tot 6 weken duren nog wel. En ik ben bang als de cijfers omhoog en dat het dan nog langer duurt. Maar ja, we moeten afwachten. Ik vind het altijd wel fijn om even de chirurg te zien. Nou, ik denk dat hij het wel kan. Ik ben een beetje tam. Ik heb echt niet meer heel veel pijn elke dag. Zeg maar. Ja, wel pijn. Dat ik voel het wel gewoon telkens, maar niet heel veel. Af en toe met vlagen dat het echt zo in een keer boom er is. Maar echt galaanvallen heb ik al een pootje niet gehad, gelukkig. Ik hoop dat het deze 4 tot 6 weken ook niet komt. Maar ik merk wel dat mijn rug en zo echt wel veel pijn doet en veel sneller. En mijn energie is zo laag. Ik kan niet eens een rondje lopen. Ik ging
Pas een stukje lopen, echt 20 minuutjes. 4 dagen moe. Nou. Dus ik ga zo op de fiets. Dan zie ik gewoon tegenop en het is echt maar 5 minuten. Maar ja, het moet maar weer. Ik ga het toch even doen. Een beetje even zuurstof happen. Hier gaan dingen mis. Vandaag had ik een telefonische afspraak met de verpleegkundige en de anesthesist. Nou, dat ging natuurlijk gewoon goed. Die stelden gewoon wat vragen en zo. En nou ja, niet echt heel erg boeiend. Vroeg dus de verpleegkundige, is er iemand die je kan helpen als je dan weer thuis komt? Dus ik zeg ja, waarmee? Heb je bijvoorbeeld, heb je een voorbeeld? Je raadt het niet. Ze zei, met je voeten afdrogen. Nou, ik hoop dat er iemand is in huis die me wil helpen met mijn voeten afdrogen. Oh, volgens mij heb ik het echt onderschat. Ik dacht, eerst dacht ik gewoon alleen de galstenen. Dus volgens mij heb ik echt die dokter helemaal verkeerd begrepen. Dus toen kwam ik dus het ziekenhuis. Het was dus heel de galbladen. Nou, oké. Dat zei zo. Toen zeiden ze, een week mag je niet werken. Nou, ook nog prima. Maar ja, het haalt natuurlijk helemaal iets weg. Dus ja, je lichaam moet daar ook gewoon aan wennen. Je hebt niet eens een hele grote wond, omdat het eigenlijk via een kijkoperatie wordt weggehaald. Hoop je, het kan ook nog, nou, wel gewoon helemaal een snee worden. Dus dan heb je een veel grotere wond natuurlijk. Ik heb er nog niet echt zin in op dit moment. Ik had er niet zoveel last van, maar vandaag dacht ik opeens, oh, het is niet maar een weekje volgens mij. Andere kant, we zien het wel, het moet toch. En ja, maar weet je wat echt heel raar is? Mijn lichaam die denkt nu echt, doei, je zoekt het me lekker uit. Ik heb gewoon vandaag bijna geen last en gisteren ook niet. Nou, dan denk ik echt, ja, ik bel wel gewoon af, hè. Maar het is inmiddels 11:30 en ik wil eigenlijk nog eventjes lezen. Dat vind ik altijd wel prettig. Ja, die is nog levend. Dit is echt een heel lang verhaal. Ik hang op. Doei. Ik ga nu mijn bed in en het is precies 7:01. Ja, erg vroeg, maar ik ben al 2 dagen heel vroeg naar bed gegaan. En dat kan ik niet meer zo goed nu. Hopelijk na de operatie. Ik had gisteren dus een gemiste oproep van operatieplanning. En vandaag kon ik terug bij, dus heb ik gedaan. En ik mag nu woensdag. Nou, iedereen gaat naar het terras. En ik ga lekker aan de narcose in plaats van aan de wijn. Ik heb er niet echt zin in, maar het is wel gewoon beter. Vandaag is het Koningsdag. En dat kun je ook wel aan me zien. En dan denk ik, ja, heb ik nog even een leuke dag. En dan morgen de operatie. Maar mensen gaan je er allemaal aan herinneren. En dat is natuurlijk allemaal heel lief bedoeld. Is ook gewoon prima. Maar ik krijg allemaal appjes. Het is wel fijn dat ze allemaal aan je denken. En nu ga ik het semi-zogenaamde soort van cadeautje even inpakken. Want het cadeautje is nog niet binnen. Voor Mixel. Helemaal klaar om te gaan. Hier staat mijn tas. En dan gaan we. Wat is je telefoon? Het is 11:50 en ik zit hier al vanaf 10:45, 11:00. Ik heb 1 zuster gezien, heb ik een gesprek mee gehad. En voor de rest heb ik hier gewoon niemand meer gezien. Ja, net kon de schoonmaker langs. Ik ben net lezen. Ik word om 3:00 geholpen en ik heb heel veel honger. En ik heb nog geen infuus. Wel bloed geprikt, maar ik heb nog geen infuus.
is echt weer top kwaliteit. Ik ben op dit moment thuis. Zoals al 2 weken lang. En het gaat steeds iets beter. Ik zit warempel zelfs op een stoel. En de afwasmachine aan het uitpakken met tussenpozen. En ja, ik ben dus bezig met deze video. En ik kom ondertussen wat gaten tegen. Die probeer ik een beetje op te vullen met wat extra uitleg. Dus af en toe zie je me even in deze toestand. In eerste instantie zou ik om 3 uur worden geholpen. Met zoals het 2:55. En toen had ik nog helemaal niks gehoord en zo. Dus toen dacht ik, nou dat wordt hem niet. Toen kwamen ze volgens mij om 2:15 of zoiets. Ik weet het niet eens meer. En toen ben ik naar de verkoeverruimte, volgens mij heet dat, gebracht. Toen hebben ze mijn infuus geprikt. En toen kreeg ik van die dingen waardoor je bloed beter stolt. Ik ben altijd in de war of het nou rode bloedcellen zijn of witte. Of dat het witte, of dat het bloedlichaampjes zijn of wat dan ook. In ieder geval, volgens mij heet het trombocyten. Ik weet het niet. Hier staat het ergens. En dan koppelen ze jou vast aan alle apparaten en zo, zodat ze je goed in de gaten kunnen houden. En toen kwam er een mevrouw binnen die opgericht moest worden. Die was zeg maar, dat was een bevalling. Toen moest mijn overbuurvrouw, die werd alweer teruggestuurd naar de zaal. En toen kwam er nog een andere meneer binnen. En toen dacht ik, hier is echt chaos. Ik had nog geen pijnstilling en zo gehad. Dus ik was nog gewoon volledig bij. Dus ik had het wel gewoon in de gaten dat, ja, wat er gebeurde. En dat dit niet echt zo ging, logistiek niet echt helemaal goed ging komen. Maar dat was ook zo. En toen kwamen ze dus bij me. Zei die vrouw van, nou, ik ga toch bellen dat jij ook weer terug gaat naar de zaal. Want er komt nog een spoedgeval binnen. Iemand die een ongeluk heeft gehad. Laat ze allemaal heel veel sorry zeggen. En nou ja, snap ik. Maar is niet echt nodig. Want dan denk ik, ja, als ik die persoon was, ja, dan zou ik ook graag geholpen willen worden. En ja, die galblaas die bleef wel, hè. Ik bedoel, ik had er op dat moment echt bijna geen last van. Dus toen werd ik weer teruggebracht naar de zaal. En toen kregen ze daar al heel snel avondeten. En ik had natuurlijk vanaf 's morgens 6:45 volgens mij niks meer gehad. Dus ik had echt wel zin in eten. Ze hadden gezegd dat ze hoopten dat ik nog zeg maar 's avonds in het spoedprogramma kon. En anders dat het of de volgende dag zou gebeuren. En als dat ook niet kon, dan moest ik misschien gewoon naar huis. En dan helemaal weer wachten op een nieuwe datum. Gelukkig werd ik toen om 6:00 opgehaald. Toen kon het alsnog. Nou, ik dus weer naar die verkoeverruimte. Nou ja, ik had dus die bloedblaadjes al gehad. Daar word je niet echt een fijne persoon van. Dan krijg je wat verhoging en zo van. En dan heb je natuurlijk best heel veel zin in eten. En dan onbewust heb je denk ik toch ook wel weer wat spanning in je lijf en zo. En toen hoorde ik ook dat er een andere chirurg mij zou opereren. Gelukkig was dat ook een van het lijstje die ik mocht doen. Toen werd ik naar de operatiekamer gebracht. En ja, daar is het altijd mega koud. En dan moet je op zo'n heel smal bed gaan liggen. En als je het dan koud hebt, en nou ja, je ligt natuurlijk in een operatiehemd. En je hebt zo'n soort papierachtig onderbroekgeval dingen aan. Dus dat is allemaal niet echt wat je denkt, lekker comfortabel. En dan heb je altijd een beetje de neiging om een beetje zo in elkaar te gaan kruipen. Maar dat mocht dus niet. Ik moest echt helemaal zo op mijn armen wijd liggen. En dan kreeg je om allebei de armen een bloeddrukmeter. En nou, ik weet allemaal niet wat ze allemaal gingen aansluiten. Maar ik dacht alleen maar, het schiet me op, want echt, het is zo naar daar. Dus dit is wat ik zeg, en koud. En oh nee, dat is echt niet mijn favoriet onderdeel. Toen zag ik op de klok dat ze me volgens mij om 7:45 in slaap hebben gebracht. En de operatie duurt meestal 3 kwartier tot 1 uurtje. En bij mij duurde het dan 1 uur langer, omdat ze halen de galblazen zeg maar uit. Dat is, ja, bij de navel zeg maar iets zo daaronder. Ja, daar halen ze hem zeg maar zo doorheen. En ik heb op die plek al helemaal zo een litteken van een andere operatie. Dus dat was helemaal zo, ja, waren helemaal verklevingen en echt heel veel littekenweefsel en zo. Dus daar hebben ze gewoon 1 uur over gedaan om dat soort netjes, denk ik, los te halen. En dat ze daar gewoon doorheen konden. En daar heb ik dan nog 3 andere... Ja, ik moet gaatjes. Ja, dat ze maken gewoon gaatjes in je buik. En dan daar blazen ze een soort gas in volgens mij. En dan wordt het een beetje zo opgezet. En dan kunnen ze van binnen het beter zien en zo. Toen werd ik wakker. En dat was echt niet. Oh, dat was echt zo naar. Ik wil ook eigenlijk niet daar heel graag aan terugdenken. Maar
Je hebt dan natuurlijk sowieso al die draden en zo. Dat voel je gewoon. Je ligt er altijd een beetje zo op en zo. En heb je een infuus en een drain en zuurstof. Moet je bakken en het was best wel druk daar op die zaal. Best wel veel lawaai. Ik had echt heel veel pijn. Dus daar gaven ze me dan medicijnen voor. En daar werd ik dan weer mega misselijk van. Echt niet normaal. Iedereen is wel eens misselijk in zijn leven. Maar dit heb ik nog niet echt zo meegemaakt. En pijn ken ik ook wel. En ik ben ook best wel zoals nu met wondverzorging en zo. En dan, dat is allemaal helemaal niet erg. Maar daar hou ik daar helemaal niet van. Dat die pleisters eraf moeten en zo. Maar galaanvallen en zo, dan hoor je me niet per se. Maar dit was wel echt heftig eigenlijk. En wat heel gek was, ik was heel erg aan het schokken. Dus ik heb geen idee wat dat is. Ik heb nog een beetje gegoogeld, maar daar kon ik niet echt iets vinden. Dus dat ga ik nog even vragen aan de dokter. Om de zoveel seconden ging ik helemaal zo echt helemaal hele lichaam. Nou, dat is natuurlijk ook niet fijn als je wat wondjes hebt en nou ja, alles. Ik weet niet hoe lang je normaal op zo'n uitslaapkamer ligt, maar ik weet wel dat ik erg lang heb gelegen, namelijk 2 uur. Je moet per se, voordat je terug mag naar zaal, moet je een waterijsje hebben gegeten en zo. En dat is dus wetenschappelijk bewezen dat dat helpt tegen misselijkheid en al die dingen. Voordat de pijn een beetje onder controle was en de misselijkheid, ja, dat duurde dus echt heel lang. Toen had ik ook weer hele lieve mensen om me heen. Dat was echt een hele lieve verpleegkundige. Die had even gebeld naar thuis en toen mocht ik ook even met ze praten. Maar dan heb je altijd zo'n ademingsbuis in je keel gehad. Dus dan is je stem heel beroerd. Net als nu. Ik heb geen idee meer waar we het over hebben gehad. En wat mijn vader en moeder toen hebben gezegd. Want je bent echt helemaal zo gestoond natuurlijk. Nou, toen was ik om 11:30 weer terug op zaal. Toen ben ik gewoon gaan slapen. En toen halverwege de nacht, denk ik, moest ik echt naar de wc. En toen vroeg ze, nou, wil je dan op de po of wil je dan gewoon lopen? En ik denk, nou, ik ga echt niet op de po, hè. Want dan moet je helemaal je lichaam omhoog. Nou, ik dacht, dat, hoe dan? Nou ja, dat leek me erg naar. Dus ging ik maar lopen. Nou, dat was ook niet heel fijn. Maar gelukkig ben je dan mega stoned. De volgende dag moest ik per se. En dan je moet altijd natuurlijk douchen. Of gewoon even zo wassen. Zodat je gewoon even je bed uitgaat en zo. Nou, ik dacht, ik doe het echt niet. Ik heb echt geen zin in. Mijn artsvisite was al geweest. Het was allemaal gewoon goed. En nou, er waren 2 of 3 artsen bij me geweest. Die hadden even verteld wat ze hadden gedaan. En nou, ze waren allemaal heel tevreden. Goed gegaan. En nou, Dre mocht eruit. Nou, mocht ik gewoon naar huis. Aan het eind van de dag dan. Er komt dus de zuster weer en die zegt, nou, nu moet je echt gaan wassen of zo. Dus ik naar de badkamer. Oh, wat heb ik daarover gegeven? Niet te doen. En ik had natuurlijk gewoon eigenlijk niks gegeten. Ja, bij het ontbijt had ik echt heel weinig gehad. Nou, allemaal er weer uit. En toen, een uur of 2 uur later, gingen we dus middageten. En toen kregen we brood. Dus ik nam zo 2 hapjes daarvan. Nou, alles weer uit. Oh, ik was zo beroerd. Bah. Maar dat kwam denk ik door de morfine. Dus toen ik uiteindelijk thuis kwam, ben ik daar ook heel snel mee gestopt. Vrijdag of zaterdag ben ik het volgens mij al gaan overbouwen. Deed ik het eerst nog alleen voor de nacht. Nou, dan was ik vanmorgen echt zo beroerd. Een vriendin van mij was een poosje geleden geopereerd. Vorige zomer. En die was dan ook echt mega misselijk. En toen had de dokter gezegd, nou, misschien moet je dan midden in de nacht een keer eten. Dus ik had om 3 uur de wekker gezet en stond zo'n beschuitje naast mijn bed klaar. Nou, ik hoor die wekker niet, hè. Dus toen ze morgens om 6 uur kwam een van mijn broertje of zusje of zo kwam naar beneden volgens mij. Nou, daar werd ik dan ook wakker van. Nou, en at ik het dan op, dus dat hielp wel. Dat was eigenlijk helemaal over toen ik was gestopt dus met de morfine. Dus dat was wel fijn. En toen ik echt veel meer ging eten. Op een gegeven moment at ik echt om de 2 uur. En ik, zo raar, want nou, normaal als ik gewoon thuis ben, dan eet ik echt niet zoveel. En nu had ik gewoon nog echt veel meer zin in eten dan wanneer ik een hele dag heb gewerkt en dan thuis kom. Maar dat komt denk ik omdat je lichaam helemaal hard aan het werk is. De rest zie je eigenlijk in de volgende beelden. Ik heb gewoon een paar in het ziekenhuis heb ik niet echt kunnen vertellen en zo. Want, en ik sliep eigenlijk alleen maar. En ik lag met meer mensen op zaal. Ik had er ook niet echt behoefte aan, denk ik, op dat moment. Dus dat zijn gewoon wat losse beelden. En van thuis aan het begin ook. En dan daarna begin ik iets meer zo te vertellen. Dat kun je dan nu verder bekijken in de volgende minuten.
het is vandaag maandag en het is 11:15 en iedereen is al naar bed. Ik lig nog hier in de woonkamer. Ik heb vandaag een nieuw matras gekregen van mijn eigen. Want de andere die stonk echt meer aan de rook. Echt niet te doen. En mijn bed is dus verschoond en ik heb mijn haren gewassen. Deze flits is echt vreselijk, maar ik moet het even zo doen, want anders heb ik dus geen licht. En als ik hem andersom doe, dan zit er weer geen flits op en zo. Ik heb helemaal geen morfine meer in me, denk ik. Ik ben gisteren daarmee gestopt. En als ik nu heel stil blijf liggen, dan gaat het wel gewoon goed. Ik heb hier, ik weet niet of je het kan zien, ergens staat een beschuitje klaar. Ik heb trouwens echt heel veel gekregen, maar dat laat ik anders wel even een andere keer zien, want ik heb geen idee wat in beeld is en wat niet. Oh ja, ik vind het ook wel een beetje zo warrig. Mijn schuitje, dat eet ik dan op als ik wakker word. Ik had geprobeerd om mijn wekker te zetten, maar die hoor ik gewoon niet, dus slaap ik echt doorheen. Maar er komen wel mensen om 5:30 of 6:00 naar beneden, dus dan eet ik het dan. Want dat helpt zeg maar een beetje tegen de misselijkheid. Ik moet ook zuchten, maar dat lukt niet. Nu ga ik slapen, want ik ben echt kapot. Ik weet dat je me bijna niet kan horen, maar mijn stem is helemaal op aan het einde van de dag. Nou, doei. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 4 mei. En ik ben al een poosje wakker, want nou, de broer en de zus die kwamen hier al langs. En ik denk dat mijn vader zo ook langs komt. Hier, dit ziet echt weer uit, hè. Van dat plaksel van die stickers die ze op je plakken om je in de gaten te houden. Dus ik kom even aan de monitor te hangen. Ik heb net eventjes gegeten tegen de misselijkheid en ik ben nog zo, is dat niet normaal. Echt heel veel pijn werd ik mee wakker. Dus ik heb direct even een paar paracetamol genomen en nu ga ik nog even slapen. Het is een paar uurtjes later en het gaat gelukkig al ietsje beter. Ik heb even een schoon t-shirt aan, dat helpt ook al een heleboel. Ik heb lekker theetjes en ik heb een beetje opgeruimd hier. En de zon komt een beetje door af en toe, dus dat is ook fijn. Verder blijf ik gewoon heel stil liggen. Een beetje weer contact met collega's, nou is ook wel even fijn. Raar hè? Een paar dagen geleden dacht ik echt, ik hoef echt geen mensen. Nou, en nu is dat alweer helemaal zo anders. Het gaat zo snel. Ik ga dus vandaag niet al te gek doen. Ik ben eventjes uit bed geweest. Poging 2. Oh, ik heb telkens alleen maar mijn mond erop. Nou, het ziet er zo dom uit, maar ik weet al niet zo goed hoe ik het moet filmen. Omdat ik het dus niet kan zien, omdat het dus weer met de flits is. Het gaat best wel goed. Ik ben best wel veel uit bed geweest, aan tafel gegeten, trappen opgelopen. Uit bed gaan gaat best wel soepel. Helemaal vergeleken met vorige week. Maar ja, ik ging even mezelf afspoelen. Alleen mijn zus was thuis. En toen dacht ik, ik kan helemaal mijn benen niet afdrogen en zij sliep nog. Dus ik denk, nou, het zal wel als ik een beetje zo met die handdoek ga. Ja, ik weet niet hoe dat heet. De laatste wondzorg gedaan. Ik heb het alleen erbij geholpen, lekker fijn. Ik heb het echt wel onderschat. Ik ben gewoon zo blij dat het wel goed is gegaan, ondanks die verkleving en zo. En die uur extra operatietijd. Vanmiddag heb ik nog een uur geslapen hier. Dan mijn moeder aan het taten maken. En nu ga ik weer slapen, man. Ik kan weer aardig recht opstaan. Hier is mijn bed. Alle kaarten en ballonnen. Ik heb zoveel kaarten gekregen. Dat is niet normaal. Hier nog heel veel. Ik heb vannacht voor het eerst in mijn eigen bed geslapen. Dat was gek. Het was heel warm, maar ook heel fijn en heel donker. Dat is een goede stap.
vind ik. Het opstaan gaat gewoon veel beter, dus vandaar dat ik niet meer dit bed nodig had. Want deze kun je dan natuurlijk omhoog doen, kun je makkelijker opstaan en zo. Nu even gedoucht. Dat kost nog echt heel veel energie. Maar dat gaat ook steeds beter. En nu hoop ik dat mijn moeder en mijn zus even nieuwe pleisters meenemen. Want we hadden echt maar heel weinig vanuit het ziekenhuis meegekregen. Maar ze zijn alweer helemaal zo vol met bloed en zo. Deze heb ik trouwens ook van een vriendinnetje gekregen. Mooi hè? Ik vind hem zo lievig. En de pijn gaat echt veel beter. Ik neem nu 2 of 3 keer per dag zeg maar paracetamol. Dus als ik wakker word, dan is het echt niet heel prettig. Ik word slapen gaan en eigenlijk wil ik tussendoor niet. Maar ik merk dus als ik dat niet doe, dat ik dan... Ja, dat het dan uit mijn bloed is. Dus dat ik dan echt heel lastig 's avonds de pijn soort onder controle kan krijgen. Ik voel me dus echt stukken beter en ja, daar ben ik echt blij om. Je raadt het niet, maar ik heb weer kleren aan. Dit zit eigenlijk veel te strak, die legging, maar moeten we toch maar weer aan wennen, hè? Ik merk dat de video echt heel erg lang is geworden. Dus ik maak er even 2 delen van, want ik ben natuurlijk nog niet weer helemaal zoals ik was. Al hoop ik natuurlijk dat ik me nog veel beter ga voelen dan voor de operatie. Ik heb een aantal keer gezegd dat ik een week niks mocht doen. Maar na de operatie toen kwam de arts bij mij en die zei eigenlijk dat het wel 2 weken was. En misschien wel langer omdat ze dus zo lang eigenlijk hebben geopereerd. Dat is wel een soort bijzonder zeg maar. Dus het herstel gaat daardoor waarschijnlijk ook iets langzamer. Omdat ze natuurlijk veel meer zo echt in je lichaam hebben gesneden. Nou ja. Maar het klinkt op zich wel logisch. Ik ben blij dat ik me in ieder geval weer zo goed voel. Volgende week ga ik weer een beetje proberen te werken. Ik heb daar wel heel veel zin in. Maar daarvan maak ik dan een volgend deel. Of ik ben heel langdradig of het is echt gewoon een lang proces. Maar ik vind het wel gewoon leuk om bijna alles wat ik heb gemaakt, zeg maar, om dat ook te gebruiken. Niet omdat ik dat per se wil laten zien of zo aan andere mensen. Maar vooral gewoon als herinnering voor later. Omdat je dat soort dingen best wel snel vergeet. Tenminste, ik wel. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken van dit deel. En wie weet zie ik je bij het volgende deel ook weer. Met minder wallen en betere stem. Doei!